Welkom bij de review video van deze oldtimer puzzel. En dat is de vrijgezel, oftewel de bachelor. En de oldtimer is eentje van een uitgave van heel vroeger. En je ziet het, hè, de vrijgezel, oftewel de bachelor, ooit verschenen in 500 stukjes. Ja, iconische puzzel natuurlijk, met een afbeelding die al eerder in een stripboek is verschenen van Jan van Haasteren. Laten we maar gaan kijken. Het is natuurlijk een beetje luguber gebeuren wat je hier allemaal ziet. Meest rare dingen. En je ziet niet heel veel bolletjes, want de puzzel van 500 stukjes is uitgegeven in 1991. Dus er is wel iets minder op te zien. Hier misschien het handje als vast terugkerend element. Niet helemaal echt, maar hier toch de bolhoed die je hier al ziet. En de pijl is ook een vast terugkerend element. Hier de handjes als vast terugkerend element. Ja, en hier hebben we hem natuurlijk, hè, Baron van Tas tot Zeveren. Dat was een stripfiguur. En deze afbeelding komt ook uit de strip van Jan van Haasteren. En hier zie je hem dan. En natuurlijk de inktvis, ook een vast terugkerend element van Jan van Haasteren. En de ondertekening, hier een beetje luguber gemaakt, denk ik. Jan van Haasteren ondertekening, is bijna niet te lezen. Als je dan kijkt naar het verschil van deze, want dit is een puzzel van 1000 stukjes, ten opzichte van de puzzel van 500 stukjes, hier stond een klok. En het enige wat ze hier dan veranderd hebben, is dat hier een geraamte hangt. Ja, wat ik al zei, wat hier allemaal gebeurt en wat voor meneer dit is, die Baron van Tas tot Zeveren, het ziet er allemaal een beetje luguber uit. Hè? Nummertje 8, een vast terugkerend element, het wc-doortrektouwtje. En dan kom je hier bij 9, dat is de zaag, die zie je daar ook al terug. En uiteindelijk, ja, verder is er niet zo heel veel te zien. Het is een duistere zolderkamer, waarvan alles verteert en vergaat. En de vliegen die zitten er. En hier zie je als laatste vast terugkerend element de poes. Die is hier gevecht met de muis en doen de poes en de muis, of de poes en de vissen en de vogels zie je ook altijd terug. Ja, al met al super leuk om deze te maken natuurlijk. Leuk dat hij is uitgegeven, een oldtimer puzzel. Tekenaars Jan van Haasteren. En dit was de review.